Ze zijn wel echt veel groter dan ik dacht. Ik ben vandaag transportplanner in Hasselt. Wat betekent dat ik deze jukkels ga versturen. Volgens mij moet ik daar zijn. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Ik ben Lonneke. Nicole. We hebben hetzelfde jasje aan, zie ik. Helemaal in stijl. Nicole, jij bent transportplanner. Ja. Wat houdt dat precies in? Wij zorgen ervoor dat je containers beschikbaar zijn voor het vervoer van trucks per container naar klanten buiten Europa. We gaan meteen aan de slag. We gaan een boeking maken voor Zuid-Afrika. En nu kunnen we daar eerst gaan zoeken welke boot we kunnen gebruiken. Dus als ik nu op Book Now duw, dan boek ik daadwerkelijk deze container. Dit doe jij dus elke dag en ik vind het al spannend om eens zo'n container te boeken. We gaan even kijken of dat de containers zijn. We gaan naar buiten. Ja. De wind in. Hey, eigenlijk is jouw baan brengt best wel wat verantwoordelijkheid met zich mee, want jij bent degene die de containers verstuurt, bestelt. Ja, wij zorgen ervoor dat alle containers hier op tijd komen en ook naar de klant gaan. Ja, is er wel eens iets fout gegaan? Of mag je baas dat niet weten? Ja, er is wel eens wat fout gegaan, maar geen grote dingen. Nog nooit de verkeerde onderdelen naar Rusland gestuurd. Nee. Zou je de containers even laten zien die we bestellen? Dat is eigenlijk net Tetris, alleen dan met containers. Wat vind je nou het allerleukste aan je baan? De diversiteit in een baan is heel erg leuk. En de uitdaging om elke keer te zorgen dat alle containers overal op tijd zijn. En het is hier ook zo groot. Ja, je hebt nou gezien hoe het buiten werkt. Nu mag je zelf een order gaan maken. Ik zou zeggen, neem maar op. Met Lonneke Marsmans. Hallo. 2010. Oh. Oké, okay, fijne dag. We zijn een klant kwijt, jongens. Helaas. Als transportplanner moet je stressbestendig zijn. Je moet flexibel zijn. Goed kunnen samenwerken met klanten. Je moet hard kunnen werken. Prioriteiten stellen en overzicht houden. En je moet natuurlijk je mannetje staan.